Aan live. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij het derde webinar vandaag in het kader van de week van Grip op Informatie. Mijn naam is Jeroen Jonkers, ik ben projectleider Grip op Informatie bij VNG Realisatie. En samen met een aantal collega's verzorgen wij deze week 14 webinars met 51 sprekers. Vandaag is het thema positie in het lokaal bestuur en informatievoorziening. Daarvoor hebben wij twee sprekers vandaag aan het woord. Te weten, Donovan Karamat Ali, informatiecommissaris bij de gemeente Utrecht en Maaike Popma. Adviseur bij VNG Realisatie. Stel, je hebt vragen tijdens het webinar, dan kan je deze stellen in de chat. We zullen proberen die zoveel mogelijk te behandelen in het webinar. Mocht dat niet lukken, dan zullen we die eventueel ook beantwoorden in de chat zelf. Mocht dat echt niet lukken, want uiteindelijk zijn er toch meer dan 180 aanmeldingen voor het webinar, dan zullen we achteraf de Q&A's beschikbaar stellen op kia.pleio.nl. Sowieso wordt het webinar opgenomen, krijg je de presentatie ook achteraf en wordt alles gewoon centraal gepubliceerd. En kun je alles gewoon conform een open overheid terugvinden. Het webinar duurt een uur. Mocht je eventueel tijdens het webinar willen tweeten of op LinkedIn willen doen, gebruik de hashtag WVGrip om dat vooral te delen met je collega's. En laat vooral aan de slag gaan. Voordat wij gaan bewegen, gaan we toch nog één andere ding doen. Want zorg wel voor dat je je mobiel bij de hand hebt voor Mentimeter. Er wordt daar ook nog gevraagd om actief deel te nemen op menti.com. De code daarvoor staat in de chat en die is 7205-1913. 7205-1913. En ik geef graag nou het woord aan Maaike Popma. Maaike, wil je je microfoon aanzetten? Goedemiddag allemaal. Ik zie dat er zo'n 65 mensen nu aangemeld zijn. Allemaal hartelijk welkom. Blijft toch een beetje een surrealistisch idee dat we elkaar niet zo kunnen zien en in het echt ontmoeten. Voor mij is het een vorm die toch altijd een beetje improvisatie vraagt van mijn kant. Ik hoop dat jullie daar geduld mee hebben. Ik heb in ieder geval een fantastisch technisch team en inhoudelijke collega's die me hierbij gaan ondersteunen, waar ik heel blij mee ben. Dus we gaan van start met het onderwerp open overheid en de informatiepositie van raadsleden. Omdat we werken aan een informatiecultuur, ook vanuit de nieuwe wetgeving, met een groot effect voor het werk van raadsleden. En 2 jaar geleden heb ik samen met mijn collega Alexander Versteeg een onderzoek gedaan naar wat dat nou betekent in het dagelijks werk voor raadsleden. En naar aanleiding daarvan dacht ik van, volgens mij is het ook heel goed om in deze week van Grip, waarin achter de schermen ambtelijk hard gewerkt wordt aan de informatiepositie en de huishouding op orde, ook eens te kijken naar wat betekent dat nou voor het werk van raadsleden. We doen dit programma in 3 delen. Ik begin nu eigenlijk al een beetje met de inleiding. Ga ik zo meteen nog verder over door. Dan doen we een ervaringsverhaal vanuit de gemeente Utrecht door Donovan. En we doen nog een klein stukje afronding met ook gelegenheid tot vragen. Dus dat is een beetje de hoofdlijn van het programma voor dit uur. Het zijn geen gelijke delen. Maar we zien wel een beetje zeg maar, hoe het zich gaat ontwikkelen. Belangrijk is in ieder geval dat we met elkaar in dialoog raken, zodat die Mentimeter-vraag die Jeroen net aan jullie stelde, echt van groot belang is. Dus probeer die Mentimeter wel zeg maar, te installeren, zodat we met elkaar die dialoog wel kunnen aangaan. Oké. Tussen Thorbecke en Filterbubbel is een publicatietje die we hebben gemaakt zo'n jaar geleden. Die steeds relevanter lijkt te worden, lijkt het wel.
omdat we eigenlijk aan het zoeken waren van wat zijn nou de effecten van het werk voor raadsleden op de steeds meer open informatiecultuur die zich afspeelt. Je zou kunnen zeggen dat een aantal spannende dingen zich hebben ontwikkeld sinds die tijd, die we natuurlijk zijn gaan noemen als relatief recent de omzichtgate. Op de dag voor de raad, eergisteren, was er een heel interessante lecture van Julia van Oostaaien van de Universiteit Tilburg, die daar een lecture over heeft gegeven. En wat zie je nu gebeuren, zeg maar, op landelijk niveau, wat eventueel ook op het eigen lokale niveau zich zomaar zou kunnen afspelen. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen we daar naar kijken? En het was heel interessant hoe hij een uitleg gaf over de tegenmacht en machtsdiscussie die nu speelt. En waarin ook de bestuurscultuur en de rolverdeling, zoals die er nu uitziet, je zou kunnen zeggen in een vrij klassieke beeld nog. En dat al voldoende spannend is. Hè? Je zou kunnen zeggen de tegenmacht en de bestuurscultuur die daarmee samenhangt, kent veel ongeschreven regels. Hè? Dus het is een zo doen wij dat hier cultuur. En is daarmee ook een bijzonder belangrijk politiek instrument. En tegelijkertijd het meer geformaliseerde dualisme is een ander politiek instrument. En samen maken ze in de mix die bestuurscultuur tot een geheel. Nou, verder zie je natuurlijk als het gaat om die macht, elke keer als je daarop inzoomt, de rollen van coalitie en oppositie. En wie heeft daar nou een voorsprong in informatie of hebben we een gelijke informatiepositie? Nou, dat zijn discussies die nu al spelen, nog zonder dat er game changer, ik heb het maar een game changer genoemd, van de open informatiecultuur zich aandient. Want je zou kunnen zeggen dat zeker die open informatiecultuur, de lokale democratie, toch nog eens wel eens even flink, zeg maar, doet schudden op zijn grondvesten. En ik ben ook heel blij dat Donovan uit Utrecht een ervaringsverhaal met ons wil delen, om nog wat meer, zeg maar, daarnaar te kijken. Je zou kunnen zeggen, ik heb erover gesproken met collega's, wat is nou die open informatiecultuur? Hè? Dus je zou kunnen zeggen, je zou het kunnen zien als een soort stuiterbal die van alle kanten kan komen, op elk moment, onverwacht. En soms ook met stekels en spikes, want het is niet altijd goed nieuws. Het is ook soms verstorend, pittig, iets waar je misschien niet op zit te wachten. Nieuws wordt vaak wel uitvergroot of is misschien fake of wat heb je. Dus zeg maar, je kan je niet alleen maar laten informeren door je raadsinformatiesysteem met de formele stukkenstroom. Vanuit die buitenwereld komt er ook van alles op je af. Kortom, de rol van het raadslid wordt er niet eenvoudiger op, zou je kunnen zeggen. Je ziet ook dat gevoel van veiligheid soms in het geding is bij raadsleden. En nou, de local big issues, zoals we die noemen, zoals bijvoorbeeld hele grote projecten rondom een windmolenpark of zonneparken, die toch wel financieel spannend zijn, soms juridisch spannend zijn, soms participatief spannend zijn, die worden nog eens extra gekruid, zeg maar, door zeg maar, deze nieuwe game changer en echt een open informatiecultuur. En het is allemaal goed, hè? Maar het is wel spannend. En ik denk dat het goed is om ons dat ook te realiseren. Dus ook onderzoek te blijven doen, te blijven kijken. En om te kijken van, ja, hoe verhoudt zeg maar, deze nieuwe cultuur of die nieuwe game changer zich tot de huidige inrichting van het Huis van Thorbecke. Toch, je zou kunnen zeggen, een vrij klassieke inrichting. Hè? En dan komt er een hele nieuwe schil of een hele nieuwe grid overheen van informatie. We gaan ook kijken naar de rol van de Griffie en andere ambtelijke groepen die bijdragen aan de informatievoorziening. En we proberen dit eigenlijk een beetje collegiaal te doen met elkaar. Dus te kijken naar wat gebeurt er en elkaar ook zeg maar tips te geven. En dat is eigenlijk hoe ik de rest van dit uur zou willen doen. Dit is eigenlijk het moment dat ik eventjes kijk naar Donovan. Om te kijken van, heb jij al zin om iets te vertellen over hoe het is bij de gemeente Utrecht en de invoering van de open overheid? Ja, altijd zin. Dankjewel Maaike voor je inleiding. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Donovan Karamatali. Ik ben informatiecommissaris in Utrecht.
Nog even wat Maaike vertelde over, ja, het blijft een aparte setting dit, hè. Maar ook even om met mijn held Johan Cruijff te spreken. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ik zie 87 genodigden. En ik denk als we dit ergens in Den Haag hadden gedaan, dan waren er vast wel een paar gestrand in de trein of net iets later. Ik vind ook in met name landelijke settings het wel fijn dat het hierdoor ook laagdrempelig wordt. Hè? Dus mensen uit Groningen of Kerkrade, ik weet niet wie er allemaal zijn, maar voor jullie zal het ongetwijfeld ook makkelijker zijn geworden. En in het hart van het land heb je geografisch wel een voordeel dat je een uitvalsbasis hebt die wat soms wat kortere reistijd geeft. Informatiecommissaris, ja, ik ben dat sinds 2016. Naar aanleiding van een motie vanuit de gemeenteraad die eigenlijk zeiden van goh, we hebben meer sturing of grip nodig als het gaat om echt naar die openbaarheid toe te werken. En eigenlijk kan ik het zo zeggen dat mijn functie daarover gaat en ook een deel over Utrechtse ethiek. Dat zal ik zo even toelichten. En wat Maaike al zei, ik ga op het eind met name, ik ga eerst iets vertellen over ons programma Open Utrecht en over UTIEK. En aan het eind gaan we dan aan de hand van wat stellingen op menti.com, waar jullie al net de code voor geven, gaan we het wat interactiever maken. Dus dat eigenlijk een beetje. Even kijken, mag je naar de volgende slide, denk ik? Ja, kijk, want ik noemde net in mijn inleiding al even ons plan Open Utrecht. Wij hebben eigenlijk in 2019 hebben wij een eigen plan Open Utrecht gemaakt. Ook wel een beetje met wat ingrediënten van wat grotere steden. Die ook ambities hebben om echt met die openbaarheid aan de slag te gaan. En we werken eigenlijk in de geest van de wet Open Overheid. Die gaat komen, hè? Daar hebben we begin dit jaar al wat over gehoord uit de Tweede Kamer. En we hebben eigenlijk gezegd van, goh, als Utrecht hebben we het voordeel dat we een wat grotere gemeente zijn. We hebben een informatiecommissaris. Ik moet eerlijk zeggen dat we een gemeenteraad hebben die er ook wel in die zin voor ons voordelig in zit. Dat ze het een belangrijk thema vinden. Het coalitieakkoord is het ook benoemd. Dus met andere woorden, de seinen staan wel op groen. En daar zeg ik ook gelijk even bij, dat die luxe hebben we als Utrecht als grote stad. Maar we zien ook dat voor andere gemeenten is dat soms wat moeilijker of wat zijn de middelen er niet. En voor ons is het wel een drijfveer om als je toch een beetje in de frontlinie loopt, om ook de weg vrij te maken en de hobbels en de obstakels die je tegenkomt ook voor anderen. Om daar eigenlijk al werk van te maken, om dat voor jullie eigenlijk makkelijk te maken. Jeroen Jonkers, die jullie net hoorden. Wij hebben als Utrecht ook meegedaan aan de proeftuinen, Open Overheid, waar Jeroen met bezielende leiding bij betrokken was. Kijk, daar ben je eigenlijk samen bezig om te ontdekken ook wat openbaarheid is en hoe je daar samen concreet handvatten aan geeft. Want dat is gelijk een bruggetje naar het leren over openbaarheid. Kijk, we moeten ook wel beseffen dat openbaarheid nog lang niet vanzelfsprekend is in de cultuur, maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar systeemlandschap. We hebben nog niet zo heel lang geleden te maken gehad met heel veel systemen die zijn aangeschaft die nooit bedoeld waren om informatie te openen, eerder om het dicht te houden. En dat zit ook wel een beetje in het DNA van, ik denk ook wel veel ambtenaren, dat openbaarheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Privacy is natuurlijk ook wel een reden die heel snel genoemd wordt. En eigenlijk zijn we in de geest van de wet Open Overheid bezig met pilots in onze gemeente. En dat zijn pilots op openbaarheid. Ik zal er zo een paar noemen hoor. En met name ook wat je dan tegenkomt. En die pilots voeren we niet alleen uit om dingen openbaar te maken. Maar die voeren we ook uit om gewoon eigenlijk goed te werken aan informatiemanagement. Want ook al hebben we in Utrecht wel wat seinen op groen. Bij ons is het ook allemaal nog echt niet zoals we willen hoor. En helemaal op orde. Dat is toch een beetje. Ja. Er komt een vraag in de chat binnen. Oh. Je had het over ook de kleine gemeentes en over grote gemeentes. De vraag komt in van: zou het voor kleine gemeenten een gedeelde informatiecommissaris een mogelijke oplossing kunnen zijn? Een gedeelde informatiecommissaris. Misschien zelfs, dan denk ik even aan een soort van op regio of geografisch niveau van een paar gemeenten en dan is er één informatiecommissaris. Eerlijk waar, ik heb een vergelijkbaar iets alles geroepen en dan niet echt in de naam van informatiecommissaris, maar ik heb het bij BZK wel eens geopperd van eigenlijk zou je in een gebied, een bepaalde regio, misschien daar iets voor kunnen regelen. En ik zat tegen BZK toen ook te vertellen van, misschien moet je dat ook in een soort poolachtig of iets hebben. Hè? Dus bij wijze van, ik zeg even wat nu om opkomt van, dan heb je ergens in het gebied van Groningen of zo, in de provincie, dan heb je een informatiecommissaris voor een tijd. En misschien als er echt kracht wordt moeten ingevlogen, dan haal je er iets bij. Of dan komt er 0,2 FTE bij of 1, zoiets. Maar ik denk dat je daar wel echt winst te behalen hebt. Omdat zo iemand ook niet zo makkelijk op de formatie komt. Voor bijvoorbeeld 1 FTE, zoals het bij mij zit.
Dan zijn dit wel richtingen waar je aan moet denken, ja. Dus ik vind zoiets best verfrissend eigenlijk, ja. Nou, het zou een beetje in lijn kunnen zijn bijvoorbeeld met FG, hè. Je ziet ook bij veel kleine gemeentes ook een gedeeltelijk samen een FG hebben. Ja. Ja. Een andere vraag. Je ziet op landelijk niveau dat er nou een regeringscommissaris komt. Ja. Oorspronkelijk stond ook in de wettekst van de WO, praten we alweer over 9 jaar geleden, dat eigenlijk elke overheidsorganisatie een informatiecommissaris zou moeten hebben. Mm-hmm. Die is daar nu uit. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Zou een informatiecommissaris een basis bij elke overheidsorganisatie moeten zijn? Nou kijk, dat is ook weer vanuit de luxe positie. Maar kijk, de initiële gedachte die is wat mij betreft wel logisch. Kijk, jij noemt net de FG. Dat vinden we allemaal heel logisch, hè, dat er iemand is die vanuit privacy een toezichthoudende rol heeft. Openbaarheid is misschien niet voor iedereen een net zo belangrijk thema, maar als het iets is wat we zeggen dat we belangrijk vinden, dan heb je daar ook op een bepaalde manier sturing op nodig. En dat vertaalt zich dan ook in functies en rollen. Dus in feite vind ik, ik weet niet of je dan per se informatiecommissaris 1 FTE bij gemeente zou moeten doen, maar wel, er moet wel iemand zijn die gewoon binnen de, ja, IPM-team, hè, bij ons bij de CIO Office, Concern Informatie Management Office is het belegd. Daar zou wel iemand echt op moeten sturen. Want openbaarheid is een steeds belangrijker wordend thema, wat ook uit de inleiding van Mike bleek. Ja, dus ik ben voor. Ja. Even zien, dat waren de vraagjes voor nu even. Hè? Ja, voor nu wel. Ja. Ja, en als er weer eentje binnenkomt, prima. Even kijken. Ik was even bij de pilots. Ja, en die pilots, dat zijn dus dingen waar we ontdekken hoe we met openbaarheid omgaan. Even als eerste voorbeeld. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met convenanten. Dat is een van de categorieën die in de tekst van de wet open overheid is benoemd. Hè? Dus je hebt ook convenanten, beschikkingen, meerdere van dat soort dingen. Klachtendossiers zijn we ook mee bezig. En dan gaan we bijvoorbeeld bij veiligheid, organisatie onderdeel veiligheid. En gaan we dan aan de slag met convenant. Nou, in alle eerlijkheid, wat je dan tegenkomt, dan hebben ze het nog best aardig op orde. Hè? Maar dan heb je bijvoorbeeld 20 convenanten die je tegenkomt. Eentje gaat over bij voetbalwedstrijden wat er gebeurt. Eentje gaat over hennep bijvoorbeeld, om maar eens een onderwerp te noemen. En dan gaan wij eens kijken van, hey, hoe zijn die convenanten nou beheerd? Zijn er goede afspraken over? En dan kom je ook dingen tegen als van, goh, het convenant loopt van 2015 tot 2019. Dat staat dan mooi op het bladzijde 1 van dat ding. En dan in 2019 stuurt Pietje naar Klaasje van beide organisaties van de gemeente Utrecht en dan politie bijvoorbeeld een mailtje van, goh, nou, zullen we het voor 4 jaar weer verlengen? Maar dat blijkt dan nergens uit de authenticiteit van het document, om het zo te noemen. Is niet een ongelooflijk ding om met z'n allen nu wakker van te liggen. Maar het is wel iets wat ook, vind ik, voor je informatiemanagement en je informatiebeheer wel bepalend is om dat goed te regelen. Dus ons doel bij de pilots is 1, om zo'n convenant openbaar te maken. En bij de gereedmaking voor openbaarheid te kijken naar of er ook daarna een goed informatiebeheerproces achter ligt. En dat doen we samen met mensen van privacy, van security en van archivering. Dus eigenlijk in Utrecht zien we, dat noemen we integraal informatiemanagement nu. Voorheen, zeg ik even, en het is nog niet helemaal goed geregeld hoor, maar was toch de crew van de open kant, dus nou, dat ben ik dan, de privacy kant, de security kant. Die gingen soms wel een beetje hun eigen weg. En dat had soms tot resultaat van, goh, dan zat je bij het managementteam van werk en inkomen. En die zeiden, goh, wat leuk dat je er bent, Donner van As, informatiecommissaris. We hebben net privacy, de FG, op bezoek gehad. En soms zijn dat momenten dat je denkt, ja, dat moet veel meer samen. En dat klinkt makkelijk, hè? Integraal, moet het samen doen. En dat is niet altijd makkelijk. Maar met die pilots lukt dat best goed om dat zo te doen. En een ander ding wat we zagen bij pilots ging over subsidies. En dat is even een haakje wat ik maak om aan te geven wat betekent openbaarheid. Kijk, de wet open overheid stelt straks voor, je gaat elke categorie informatie openbaar maken. En het is ook bekend geworden dat het verplicht wordt om dat op Plooi, het platform voor open overheidsinformatie, gaat worden. Dat door Co-op in de lucht is geroepen, om maar weer eens een afkorting te noemen. En de vraag is, want dat is prima om dat zo verplicht te doen, maar de vraag die wij ook hier hebben is van, wanneer bereik je openbaarheid? Is dat 1, wanneer je de documentatie die je moet verplicht moet stellen volgens die wet die komt, om die neer te knallen op Plooi? Of zijn daar daarnaast ook meerdere manieren voor om dat te doen? En daarvoor hebben wij in Utrecht ook wel nauw contact met onze Utrechtse data community. En dat moet je zien als een netwerk van media labs, bedrijfjes die met data informatiebehoeften hebben. Maar ook met partijen als de Utrecht Data School, die op ethiek een aanpak hebben. Dus met verschillende partijen hebben we eigenlijk een soort, en dat is met name voor ons ook de klankbordgroep om ook samen een beetje vorm te geven. Wat betekent openbaarheid nou?
En als je het concreet voor subsidies bekijkt, we hebben een soort pilotje gedaan en dan kijk je naar een aantal subsidiedossiers. Kijk, en die dingen, die subsidieaanvragen bijvoorbeeld, zijn door mensen geschreven die subsidie willen. Nou, die hebben geen formatje op basis waarvan ze heel slik en precies de informatie ordenen. Hè? Alles staat kriskras door elkaar, privacygegevens ook. Als je daarin zeg maar bij openbaarmaking toch een beetje gaat weglakken op basis van privacy onder andere of concurrentiegevoelige informatie, dan hou je in sommige gevallen niet zoveel over. En dan is bij ons de vraag, wat heeft het dan voor zin om een document van 10 pagina's, waarvan er 5 weggelakt zijn, om dat neer te zetten. En zeg alsjeblieft, kijk, hier op ons openbare platform staat dat. En ik zeg niet dat we het daarom niet doen, maar het is wel een vraag die je daarbij stelt. Een ander ding wat naar voren kwam als leerpunt, is met alle dingen die documenten zijn, die gegenereerd zijn op basis van een aanvraagproces, dus bijvoorbeeld voor het initiatievenfonds wat we hier hebben, of subsidies. Wat is het effect van openbaarheid op het hele proces? Met andere woorden, stel dat wij morgen alle aanvragen voor vergunningen of een initiatieven als een barbecue of zo, dat valt er ook onder, dat we dat morgen openbaar maken. Dan lakken we echt wel weg degene die dat heeft gevraagd, maar daar staat ook gewoon informatie in, bijvoorbeeld over een buurtbarbecue, van goh, het is op deze straat in Utrecht of in deze buurt. Dan zeg ik niet dat het herleidbaar is naar een persoon met informatie die je tegenkomt. Maar het gevoel kan wel ontstaan bij mensen van, hey, de gemeente die maakt bepaalde dingen van mijn aanvraag ook openbaar. En met andere woorden, ga je niet in je aanvraagproces een extra drempel neerleggen. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo is. We gaan nu in de volgende fase, gaan we dat ook ja, toch wel waarschijnlijk toetsen. Door gewoon wat documenten neer te leggen, maar het is wel iets wat voorkomt. Ik maak hem zo even af, want volgens mij is er een vraag. Ja, een vraag in de chat, Donovan. Ja. Matthijs geeft aan van natuurlijk moet je investeren in techniek en bemensing en de kwaliteit van je informatiehuishouding. Maar moet je niet als eerste gewoon de cultuur op orde krijgen binnen je eigen organisatie? Ja, en dan zeg ik ook gelijk tegen Matthijs, je hebt gelijk, maar volgens mij is dat ook gelijk de moeilijkste. Want toevallig ben ik zelf ik ben organisatiepsycholoog. En ik ben op een gegeven moment binnen de gemeente in de datawereld ook terechtgekomen. Maar er is niks zo moeilijk als, nou ja, met name wat Mike ook noemde in de inleiding, zo gaat dat hier. Om dat met name beter pakken, ten eerste beter pakken en ten tweede ook te veranderen. Dus dat cultuurveranderingsding staat ook eigenlijk in de wettekst van de open overheid. Maar ja, dat is dus de hele lastige. Want ik heb genoeg voorbeelden gezien waarbij alle dingen die we net noemden van Matthijs in de vraag en zijn inleiding wel gedaan werden. Maar die cultuur, dan red je het uiteindelijk niet. Dus ik denk dat bewustwording, en dat hebben die pilots die we landelijk hebben uitgevoerd, Jeroen, ook wel aangetoond. Dat is wel de bottleneck. En ik denk dat we daarin wel wat handvatten hebben gekregen om dat te doen. En dan noem ik met name ook, dat refereert aan de vorige vraag, als iemand ervan is, dan is dat ook wel een duidelijk aanspreekpunt. En als dat aanspreekpunt in zijn rugzakje genoeg dingen heeft en ook wel een beetje ruimte heeft om dingen te doen, dan kan het wel. Want wat wel op de loer ligt, is dat er iemand van is, maar die heeft niet zoveel ruimte om echt dingen te kunnen doen. En dan is het een soort van op papier belangrijk thema, maar dan blijkt uit de praktijk niet dat het zo is. En dat is wel een gevaarlijke, ook voor de bewustwording. Want dan wil je misschien wel, maar dan ja, kom je gewoon niet zo ver. Maar dan heb je moeten elkaar behelpen. Maar eigenlijk hoor ik je ook zeggen van, zet kleine stapjes, als het ware, om daadwerkelijk gewoon een open en transparantere gemeente te worden. En een onderdeel daarvan is dan de cultuur die daar meegenomen wordt. En dat zie je wel in die pilots. Kijk, als ik noem dat voorbeeld van veiligheid hè, met die convenanten. Daar heeft Pietje die dat mailtje sturen naar Klaasje over dat convenant verlengen. Heeft nu wel zoiets van, oh ja, het gaat om openbaar, het gaat om privacy. Ik moet dat goed regelen, ik ben ervan. Dus daarmee moet het goed komen. Dus als je dat, alleen dat betekent aan de voorkant wel wat. Maar pilots is daarin een hele goede manier. En dat is ook gewoon, soms kan je beter beginnen in plaats van het hele plaatje maken hoe je het zou willen hebben. Want je leert vooral veel. En dat hebben we nodig. Even kijken, je was al bij de subsidies. Dus voor ons is het nu zaak om te bepalen van gaan we nu subsidiedossiers grotere schaal openbaar maken met als mogelijk invloed dat de laagdrempeligheid wordt beïnvloed. En wat ik eigenlijk wil zeggen met dit voorbeeld ook, is dat openbaarheid eigenlijk altijd voor ons altijd een afweging is. Kijk, open en transparant, dat is niet iets waar mensen zeggen, ah, daar ben ik echt niet mee eens man, dat kan niet.
Tuurlijk, iedereen zegt dat. Maar als het op concreet niveau voor jouw werk of in jouw casus terechtkomt, dan kan het anders zijn. Zo gaan subsidiemensen zaten precies zo erin. Ja, natuurlijk wel de openbaarheid meedoen. Ja, wat geld hebben, dit en dat. Maar subsidies. Ja, nou, misschien toch lastig. En ik denk dat dat zometeen een bruggetje is ook naar, als je puur naar raadsleden gaat kijken. En van wat vanuit politiek documenten zijn, bijvoorbeeld van een WOP-verzoek die je gaat opvragen, dan zijn het nog steeds afwegingen. Ook binnen de wettelijke kaders, want de WOP heeft ruimte voor weigeringsgrond, om het zo te noemen. En ook daar kan niet anders, in jullie gemeente ook afwegingen gemaakt. Van wat gaat daar wel naar buiten, wat gaat daar niet naar buiten. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat het soms ook is van wat is handig dat er naar buiten gaat. Ik zeg niet dat het zo is, maar we moeten niet onderschatten dat dat ook kan spelen. Even kijken, ik maak nu even een linkje naar UTIEK, waar ik ook mee bezig ben. En dat is onze Utrechtse vorm van ethiek. Een linkje daarna is dat wij eigenlijk bij elk digitaliseringstraject dat we doen, een aantal vragen stellen. En eentje is, kan het? Dat is puur als je kijkt naar technologie. Mag het? Dat is puur op basis van privacy. En voorheen stokte het daar een beetje. En dan was het eigenlijk van, als iets mag, dan ja, zal het waarschijnlijk een goed idee zijn. En wij hebben daar eigenlijk, of althans, vanuit de raad en coalitieakkoord, is daar ook de wens neergelegd om ook op ethiek te toetsen. En dat zijn eigenlijk de twee vragen, willen we het? En kunnen we dit met goed fatsoen uitleggen aan onze bewoners? En met name die laatste vinden wij, is een vraag die bij ons veel voorkomt. Met datgene wat je doet, heb je een uitlegbaar verhaal? En waarom ik dit erbij haal, is omdat ik hem noem, omdat voor mij openbaarheid daar ook over gaat. Als je kijkt naar die subsidies, als wij straks op grote schaal subsidiedossiers, al dan niet 5 of 3 pagina's weggelakt, op een pagina zetten. Hebben wij dan een uitlegbaar verhaal als zijn er voor frequente subsidieaanvragers die dan denken van oké, ik sta hier niet met naam en toenaam, maar er staat wel wat informatie die misschien naar mij te herleiden is of die ik geschreven heb. Is dat een uitlegbaar verhaal? Nou, ik denk voor deze dat het in die mate wel is. Maar de UTIEK gaat bij ons ook niet over per se goed of fout. We hebben een Utrechts waardemodel en daar zitten bijvoorbeeld waarden in als autonomie, privacy, maar ook machtsverhoudingen. En met name die laatste wil ik noemen. En de bedoeling is eigenlijk dat we op basis van elk onderwerp een soort UTIEK assessment gesprek doen met degene die iets wil. Dus bijvoorbeeld iemand wil bodycams of iemand wil een pas voor daklozen. Ja, dat zijn onderwerpen die echt voorbij komen. En wij maken daar eigenlijk we gaan breed in gesprek over wat zijn nou de dilemma's hier? Hoe kleuren we de waarden in? En wat zijn nou de afwegingen die je mee maakt? En in die zin hebben we er ook wel een paar gehad die liëren aan de openbaarheid. En met name de machtsverhoudingen. Want als je die zo meteen doortrekt naar de rol van raadsleden. Wat Mike ook noemde in haar inleiding. Daar is heel veel gewoon aan het veranderen. Zeker in de landelijke politiek hebben we genoeg gezien de afgelopen maanden. Wat daar speelt. Kijk, en in die machtsverhoudingen zit ook gewoon het vertrouwen, zit daarin verwerkt. En het belangrijke is dat we daar, maar goed, dan ga ik op zich wel een beetje hard al, maar ik ga hem toch alvast noemen in mijn sheet. Dat moet gewoon een lopend verhaal zijn natuurlijk. Nee, kijk, wij zijn eigenlijk nu bezig om een toolkit te ontwikkelen bedoeld is voor bestuurders en voor raadsleden. En dat willen we niet alleen voor Utrecht doen en niet alleen voor Amsterdam, want we zijn met Amsterdam nu even gewoon verkennend in gesprek van wat kunnen we daarvoor doen. Maar die willen we zeker ook in breder verband delen, omdat we met name zien dat zeggen van we willen openbaarheid nastreven, we willen een transparante gemeente zijn. Maar wat betekent dat nou concreet voor jou? Ik denk als ambtenaar dat dat één ding is. Van hoe ga je dan dat kunnen invullen? Hoe ga je je werk daardoor anders doen? Hoe zorg je eigenlijk dat je ja, ik zeg wel eens het voorbeeld, je kamer digitaal opruimt. En met name ook je spullenboel netjes achterlaat. Dat is echt op het informatiemanagement niveau. Maar wat betekent dat nou voor een bestuurder of een raadslid om daar invulling aan te geven? Bij de toeslagenaffaire hebben we daar natuurlijk een voorbeeld van gezien. In Utrecht zijn er ook wel een aantal voorbeelden die totaal niet hetzelfde zijn. Maar waar wel de vraag is van, goh, naar aanleiding van een WOP-bezoek, als er ook expliciet wordt gevraagd om documentatie vanuit bestuur of raadsleden mee te sturen. Gebeurt overigens niet heel vaak hoor, eigenlijk zelden. Maar we zien wel dat er meer vragen van komen. Wij hebben als missie nu om het rugzakje van bestuurders en raadsleden hierover wat meer inhoud te geven. En heb je bijvoorbeeld concreet over, wat zijn nou die wettelijke kaders die er gewoon vanuit de WOP zijn, hè? Van weigeringsgrond,
Maar ook een stukje eigen uitgangspunten die je meebrengt. Van, goh, in Utrecht hebben we ja, het WOP-proces, vind ik zelf, met dank aan mijn collega Edwin Roken, vrij goed staan. En open tenzij, die tenzij moet echt wel een hele goede zijn. Willen wij nou, iets niet meesturen of iets weglakken. Maar dat wetende, nog steeds wordt er een afweging gemaakt. Dus wij zeggen niet van alles moet altijd gelijk mee of er mag niks mee. Per geval zou je die afweging moeten maken. Maar het verhaal moet wel sterk zijn om een weigeringsgrond te activeren, om het zo te zeggen. Kijk, privacy is heel helder, concurrentiegevoelig ook, maar daar moet wel een serieus verhaal te zitten. Een vinger toch, Jeroen, of niet? Ja, ja, ja. En een vraag, en volgens mij ligt wel een lijn met hetgeen wat je nu vertelt. Als je praat over weigeringsgronden en over anonymiseren en dergelijke. Welke rol hebben de juristen, jullie gemeente, binnen dit proces? Binnen het WOP-proces echt, denk ik. Nou, nee, echt totaal proces van open overheid. Nou kijk, hoe wij, dan zeg ik even hoe open Utrecht is gepositioneerd. Dat is bij ons eigenlijk een soort van mini-programma. En aan de ene kant is dat vertegenwoordigd door de informatiecommissaris, dat ben ik dus. En vanuit de CIO-office, waar dan krachten als nou, privacy, security en dingen. Maar ook gewoon de mensen van juridische zaken. Dat is mijn collega Edwin Roker, die is de bestuurlijke contactpersoon van de WOP. En, nou, die, dus het is een samenwerking tussen CIO-office en juridische zaken. Dus die kant is gewoon nodig ook om dit, nou, het vertrekpunt in ieder geval voor wat mag weer te geven. Maar ook om die mensen mee te nemen, let op dat ze ook belangrijk zijn, in de openbaarheid. Dus daar is toch al snel het adagium van, hey, dit is gewoon het kader, dit is wat mag. Maar daar proberen we ook tussendoor te krijgen van, let op, wat je wil, kan daar soms van afwijken. Dus dat is echt de samenwerking die we daarin hebben. Die is ook echt nodig. Okay. Een andere vraag van een totaal andere orde. Hoe verhoudt de openbaarheid zich tot de kosten die je moet maken als gemeente zijnde? Ja, dat is een goede vraag. En ook wel een lastige tegelijk. Kijk. Openbaar, als je kijkt naar, als je straks met een toverstaf à la Harry Potter kan zeggen, goh, openbaarheid is geregeld en informatiemanagement is geregeld. Nou, je hoort al aan mijn antwoord, dan heb je, met openbaarheid alleen regel je het niet. Je hebt gewoon je fundering van je huis, dat is je informatiemanagement. Puur als je naar ons vakgebied van informatie en dat soort dingen kijkt, grip op informatie. Dan ga je het niet alleen redden met kosten voor openbaarheid, dan heeft het echt te maken met je hele systeem van informatiemanagement. En dat is dus voor mij openbaarheid, archivering, privacy, security. En die moeten in lijn met elkaar zijn. En daar moet echt gericht op gestuurd en ook een hoop verbeterd worden. Ook in Utrecht. En daar zijn we hard mee bezig. En dat, ja, dat heeft best wel wat voet in de aarde. En als je ook kijkt naar, dat is ook openbaar gepubliceerd. Hè, van, dat er vanuit landelijk budget het een en ander vrijkomt voor gemeenten ook. Ja, dat is niet voor niets dat daar best wel wat bedragen staan. En dan zal bij de een anders of meer op orde zijn dan de ander. De ambities zullen ook verschillen. Dus sommige gemeenten die mogelijk wat kleiner zijn zeggen, goh, wij gaan alleen het minimale doen wat vereist is. Yo, hey, dat snap ik, hè? Dat is ieders een afweging ook. Maar hier heb je niet alleen over openbaarheid bekostigen. Hier heb je het over je totale informatiemanagement goed neerzetten. Ja, ja, helder. Ja. We gaan door met het verhaal uit onderen. Ja, precies. Ik zet ook even kijken. Ik was denk ik bij de bij de raadsleden, denk ik. En het feit dat dat rugzakje echt goed moeten gaan vullen. En concreet handvatten geven. Dus dat begint bij die mensen ook het juridisch kader, zeg maar, weten. Maar er komen een aantal unieke assessments aan over wat onderwerpen waar je denkt, hey, hoe is openbaarheid nou van waarde. En ik noem als eerste, wij hebben in oktober 2000, vorig jaar 2020 is dat alweer natuurlijk, time flies, ons algoritmeregister gepubliceerd. Omdat we eigenlijk naar aanleiding van vragen hadden gekregen van, goh, maken we gebruik van algoritmen en hoe werken die precies? Nou, om een klein zijstapje naar algoritme te maken, ik weet niet of mensen het leuk vinden, normaal zie je dan handjes of smileys, maar goed, nu zie ik gewoon 89 genodigden en heel veel duimpjes, denk ik. Sorry voor het uitstapje als je het toch niet leuk vindt, maar ik noem toch algoritme, omdat dat een onderwerp is waar veel, toch ook veel in de media over schijnt. Van, hoe zit dat nou precies? Volgens mij was er vanmorgen ook iets verschenen naar aanleiding bij Rotterdam over iets wat er gaande was. Over zijn partner waar we ook veel mee overleggen, hoor, op openbaarheid, maar ook over dit soort zaken. En wij hebben eigenlijk de kans aangegrepen om te zeggen, nou, wij gaan op redelijk bazaal niveau wel informatie openbaar maken van algoritme. De grote algoritme met impact op de stad. Denk aan in de parkeerhandhaving bijvoorbeeld zijn een aantal algoritmen die gaan.
voorspellen van fraude. Is er ook eentje, gevoeliger natuurlijk. Maar op al die dingen hebben we dus ook een UTIC assessment gedaan. Waarin we afwegen van, goh, hoe gaat zo'n algoritme werken? Met als algemene uitgangspunt, een algoritme is altijd een informatiehulpbron. Die gebruikt wordt door een medewerker om een besluit te nemen. Met bijbehorende context. Dus als het gaat om grote algoritmen die echt impact hebben op de stad. Zou je bij ons niet zien dat het algoritme zelf beslist. Omdat wij zien dat, nou goed, volgens mij volgens de AVG mag dat ook niet als je dat zou willen, maar de juiste context is nodig. Oké, ik noem dit voorbeeld het algoritmeregister, omdat nou, veel mensen zagen het en zeiden, goh, mooi dat jullie dat hebben. Dat laat zien van wat je doet, maar ook neem de beelden misschien weg in mensen hoofden van wat zou de gemeente Utrecht allemaal doen. Nou, dit doen we dus, maar dan weet je ook, de rest doen we niet, hè, wat misschien voor wilde of spannende verhalen leven. En dat ding dat beheren we nu en dat wordt eens in de 3 maanden geven we daar een update van. Maar goed, nu zijn de volgende stappen die mensen, ook vanuit de data community in Utrecht, maar ook andere mensen vragen van ja, dit is leuk dat je beschrijft hoe dat ding werkt, wat uitgangspunten over het algoritme. Maar wij zouden dat algoritme zelf eigenlijk wel gewoon willen nou, zien of coden en dat soort zaken. Kijk, en dan ga je ook kijken naar, oké, wat is openbaarheidje waard? Op een aantal processen zou dat kunnen en is er niet zo van de hand. Maar als je meer naar de handhavende processen gaat kijken. Kijk, je wil de bad guys natuurlijk ook niet het voer geven om ja, te zorgen dat ze zelf niet gepakt kunnen worden of niet op de radar zitten. Dus je zou per geval zou je gewoon moeten kijken van wat is openbaarheidje waard? En daarom noem ik dit voorbeeld, omdat een aantal mensen zeiden, goh, nou, dan kunnen we gewoon dingen gaan openbaar maken. En overigens werken we ook hier met Amsterdam samen. Amsterdam had nog iets eerder dan wij een algoritmeregister ook. En die hebben op een aantal casus, een stuk of 3 volgens mij, hebben ze al wel echt met dataset, met variabelen, hebben ze informatie op hun site staan. En daar hebben ze ook zelf echt de afweging gemaakt van, ja, gaat er iets mis als we dit laten zien? Nee, nou, dan kan het. En nou, op die manier zijn wij nu ook met ons algoritmeregister bezig. En we krijgen daar veel positieve respons op. Ja. Mooi. Nou, in die lijn, Donovan, is er ook meteen een vraag binnengekomen. Ja. Van eigenlijk wel, wat is nou het ambitieniveau van de gemeente Utrecht ten aanzien van openbaarheid? Mm. En wat heeft bepaald dat dat het ambitieniveau is geworden? Ja, mooie vraag. Eigenlijk, nou, het feit dat we in Utrecht een informatiecommissaris hebben, terwijl het eigenlijk iets als was dat in het eerste voorstel, hè, vanuit landelijk geschrapt is. Maar nou, we hebben een vierde motie, hebben we dus wel. Ons plan Open Utrecht, waarin we eigenlijk zeggen, we gaan nu al in de geest van die wet open overheid, gaan we aan de gang met openbaarheid. Ja, is al een teken dat wij nu al aan de slag willen. Dus u qua snelheid of tijdsduur of planning, is dat iets waar we nu al zeggen van we gaan nu al aan de slag. En een ander mooie die ik met deze vraag kan beantwoorden is, we hebben ook gezegd dat we meer gaan doen dan alleen gevraagd is. Dus als je puur kijkt naar de wettekst, dan staat er eigenlijk van het, ja, ik noem het even mijn eigen woord, het uitgaande document is dan nodig om verplicht te publiceren. Dus stel, ik vraag een vergunning aan voor een dakkapel, toevallig ga ik dat binnenkort echt doen, want de zolder moet verbouwd worden. Dan zou de gemeente Utrecht puur alleen het uitgaande besluit van meneer Karamatali, u krijgt dat ding of niet, zou nog gepubliceerd moeten worden. Maar vaak zien wij in dossiers dat het met name in andere documenten, met name in die bijlagen, dus niet in het procedurele berichtgevingsdingetje, daar zit de kern van waarom je wil weten, wij noemen dat documenten met informatiewaarde. En wij hebben al gezegd, we gaan documenten met informatiewaarde per dossier dus screenen. En die informatie die wij zelf achten dat nou echt de waarde is voor mensen om daarin te zien op basis waarvan je vergunning wel of niet krijgt of een afwijzing voor een uitkering, weet ik veel. Die informatie, daar gaat het om. Niet alleen om het uitgaande besluit. Dus daarin hebben we bijvoorbeeld al concreet gezegd, dat gaan wij bovenop het feit doen wat verplicht is. Dus dat eigenlijk. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we gaan documenten met informatiewaarde, zo hebben we het genoemd, die gaan we openbaar maken op plooi. Ja. Mooi. Gaan we langs naar de interactie toe, Donovan. Ik zie ja. Maaike ook de hand opsteken. Oh, je staat op mute. Excuse me. Ik wilde Donovan de kans geven even op adem te komen. Misschien dat ik eventjes een kleine lijn van observatie er tussendoor kan gooien. Ik zie gewoon de informatiesamenleving die ontstaat. Vraagt ook om een democratie in onderhoud. Democratie is nooit af, zeggen we wel eens. Er is altijd weer een nieuw werk aan.
En je zou kunnen zeggen dat de grote doelstelling die we met elkaar via deze wetswijziging nastreven is ook misschien wel te kijken van hey, wat is dan die eigentijdse democratie die past op de informatiesamenleving die zich aandient. Het zou kunnen zijn dat die wat opener is dan voorheen. Een meer participerende overheid dan een participerende burger. In ieder geval, we zien daarin pilots, pogingen om uit te vinden dat onderzoekende karakter welke vorm het gaat krijgen weer voorlopig. Hè? Want dit is altijd in beta, altijd in onderhoud. Je ziet dat bijvoorbeeld, we zijn nu aan het stoeien ook met die categorieën en wat lakken we weg en wat lakken we niet weg. Je zou kunnen zeggen, nou, formeel zijn een aantal dingen gelakt, maar informeel wordt er weer gelekt. Weet je, het blijft altijd een soort spel. Het is nooit, ja, weet je, en ik hoor ook en terecht ook mensen zeggen, ja, en hoe komen we op orde? En moeten we misschien niet eerst kijken naar onze bestuurscultuur? Moet dat niet eerst op orde? Ja, ik denk eigenlijk dat het niet anders is dan dat het een permanent beta-verhaal is. En dat we met elkaar de goede feedback loops proberen in te richten op de verschillende niveaus in de organisatie, om zo goed mogelijk met elkaar onze taken te vervullen. Dus er is volgens mij niet een moment dat je kan zeggen, oké, nu zijn we helemaal op orde en nu kunnen we de volgende fase in. Helaas is de wereld complexer dan dat. Voor de mensen die altijd houden van orde en regelmaat, het lukt gewoon niet altijd. Dit is mensenwerk en het blijft ook mensenwerk. En ik denk dat dat aan de andere kant ook de kracht is van onze democratie. Het blijft voorlopig mensenwerk. Inclusief de inzet van algoritmen, als we daar maar over blijven hebben met elkaar. Dit is eventjes een interventie van mij. Niet om iets te onderbreken, maar even om te kijken hoe maken we zo direct de sprong naar de dialoog. Want we hebben nog 85 gasten die ik hoop allemaal op Menti zijn aangesloten. Om eens te kijken naar die vragen die wegkomen achter de stelling, wat is openbaarheid ons waard? En dan geef ik weer eventjes het woord aan Donovan en wellicht aan de techniek om dit verder te begeleiden. Yes. Misschien nog één klein dingetje voordat we dat doen om te noemen. Wat ik wel zelf interessant vind om ook in jouw inleiding, Maaike, even op in te gaan, is van wat verandert dit tijdperk nou voor raadsleden? Kijk, en ik vind dat we ook stil moeten staan bij het feit, wat je ook noemde, de veiligheid hè, van om raadsleden. Ja. Het feit dat er ook veel meer informatiebronnen nu zijn, fake news ook aanwezig is. Er zijn ook geluiden die je hoort over van, zou er niet een soort vrije ruimte, noem ik het even, voor partijpolitiek moeten zijn. Dus het gaat niet om besluitvorming, maar dat je als raadslid niet het gevoel hebt bij elk appje wat ik stuur, ook naar andere raadsleden, is dat gelijk voer om dat in de openbaarheid te brengen. En dat vind ik wel een serieuze vraag, kijkend naar de functie van raadslid en in hoeverre daar nog veiligheid of ook wel, want kijk, nou, niet alleen, maar ook functionaliteit. Kijk, op het moment dat, stel dat helemaal alles potentieel out in the open is, dan gaan daar toch omwegen of andere kanalen voor worden aangewend. En de vraag is of dat wenselijk is. Ook dat is weer een afweging. En die wil ik nog even noemen als zijnde van dat we daar ook zeker rekening mee moeten houden in de hele openbaarheid zien. Ja. Ja, mooi. Mooie toevoeging. Even kijken, we gaan naar Menti natuurlijk. En ja, even kijken. Kunnen jullie, ik denk dat iedereen zijn mobiel of iets in de aanslag heeft. Nogmaals, menti.com. De code 7205-19-13 dus. Voordelen van een open informatiecultuur. Wie heeft daar gelijk beelden bij en knalt ze op de Menti? Overigens zijn de antwoorden niet herleidbaar naar personen. Dit is het bord wat vertrouwelijk is en ook blijft. Dus je mag je gedachten even losgooien. Een brain sheet helpt ons ook. Ik ben benieuwd. Kunnen we misschien wat helpen, Donovan? Wat was het bij jullie, zeg maar? Is er iets te noemen? Nou kijk, ik zie nu de dingen al binnenkomen, maar goed, transparantie, makkelijk te verwoorden. Ik denk dat, we moeten ook niet vergeten dat openbaarheid sowieso voor het imago en informatie moet vanuit de stad. Maar het is ook echt een driver voor, dat heb ik nog niet zo verteld in mijn verhaal, voor intern. Dus het feit dat je werk maakt voor openbaarheid naar buiten toe, maakt ook dat sommige mensen binnenin de organisatie van elkaar weten, hey, is dit informatie of zijn we hiermee bezig? Dat is al talloze keren bij ons gebeurd. En dat zijn soms mensen die in het pre-corona tijdperk 5 bureaus van elkaar zaten, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja.
Dus daarin kan het ook een interne driver zijn. Maar je ziet het hoe... Een interessante bijvangst in ieder geval. Ja. Ja? Goed. Even kijken. Ik zie heel wat... bevorderen vertrouwen. Vertrouwen met name is een... zie jij nog interessante dingen, Maaike, die je hier zo... Het gaat heel snel. Het is bijna een telex. Ik vind het onderwerp vertrouwen vind ik wel heel belangrijk. Ik vind dat hoort ook echt bij die grotere doelstelling, zeg maar, van de democratie, hè? Een eigentijdse democratie in die informatiesamenleving. Een black box lokale overheid. Ja, dat past gewoon niet meer. En dit is denk ik een heel mooie manier om stappen te zetten om inderdaad met elkaar naar nieuw vertrouwen te werken. En ik zie hier in ieder geval dat woord heel vaak terugkomen. Dus we hopen dat we op die manier daaraan aan kunnen bijdragen. Er zit ook, het is weer een nieuwsoortige dynamiek die zal ontstaan. Het zal ook weer opnieuw spannend worden, hè? Ook met die openheid. En ik denk dat we dat zo meteen ook gaan benoemen. Ik vind het fijn dat er nog veel meer ideeën komen in de tweede vraag zo meteen. Het is altijd goed om echt die zonzijde helemaal volledig te laten schijnen. Het geeft ons ook motief voor ons werk, elke dag. En heel wat mooie antwoorden. Ik bedoel, zeker, ja. Iedereen wel vrolijk mee ontypen, dus ook dank daarvoor. Ik vind deze ook heel leuk, het verleden goed kunnen reconstrueren. Omdat we natuurlijk altijd wel heel erg in het hier en nu leven. Soms toekomstvoorspellingen willen maken. Ja. Of scenario's willen nastreven, maar... Dat het verleden goed kunnen reconstrueren is denk ik ook een hele mooie en interessante manier om daarnaar te kijken. Ik ga die jatten, denk ik, voor toekomstige verhalen. Want dit is een hele mooi verwoord in toch maar 5 woorden. Ja, zo is dat. Ja. Nou, dank allemaal voor jullie antwoorden. Iedereen beschikt over dezelfde informatie. Hè? Dat is een spannende. We hebben het ook even in de voorbespreking gezegd. Hè? Donovan, hoe zit het met het verschil bijvoorbeeld tussen oppositie en coalitie? Hè? Daar wordt natuurlijk altijd wel een discussie over gevoerd. Hè? Hoe is dat ingericht? En dat verschilt ook per gemeente natuurlijk. Ja. Een gelijk speelveld aan informatie. Dat is altijd een spannend onderwerp. Ja, zeker spannend. En zeker in toch een dynamisch veld als politiek. Hè? Wat je al zei, daarin zijn natuurlijk geschreven en ongeschreven regels. En ja, openbaarheid en die gelijke informatie gaat daar op een manier wel veranderingen brengen. Is dat eigenlijk al aan het doen. Dus ja. Oké. Hebben we iets voorbij zien komen van het voorkomen van fake news? Als je maar voldoende open bent, dan heb je ook tegenwicht tegen fake news. Ik weet niet of dat er... Zie jij dat ook? Want ik weet dat fake news is wel een soort angstbeeld, hè? Voor veel politici ook. Ja, in feite, ik weet niet helemaal of die dan zou werken of die cirkel daarmee rondkrijgt. Maar het klinkt op zich wel logisch. Dat vind ik wel zelf een spannende in het hele gebeuren. Fake news en de openbaarheid. Want hoe meer openbaarheid, hoe meer soms ook de... Nou, dat kan ook weer fake news stimuleren, om het zo te zeggen. Maar goed, dat is natuurlijk geen reden om het niet te doen. Wat ik ook nog eentje, die zag ik toch even in het begin helemaal, minder WOP-verzoeken. En die snap ik, hè, omdat in feite hoe meer je openbaar hebt, hoe minder mensen ook hoeven te vragen. Maar dat is meer aan het eind van de tunnel. En onderweg zien wij ook wel de waarde van dat veel mensen de gemeente willen vinden voor informatie. Of nou ja, bij ons geldt dat ook via opendata@utrecht.nl echt informatie verzoeken. Studenten of mensen die zeggen, goh... camera's worden nu opgehangen. Jeetje, dat zijn er wel veel. En wat doen ze? En die vraag. Nou, dat zijn ook wel dingen waar wij ook blij van worden. Onderweg de rit om die openbaarheid te bereiken. Dus de verzoeken voor informatie hebben ook hun waarde, zeker. Maar het eind wil je gewoon hebben dat niemand iets meer nodig heeft omdat hij het al zelf kan vinden. Ja, fijn. Nou, ik zie aan de reacties dat er positief wordt gedacht over de voordelen van een open informatiecultuur. Ik ben even benieuwd naar die schaduwzijde. Zouden we die vraag ook even kunnen doen? Ik ben wel benieuwd. Hè? Elk voordeel heeft zijn nadeel, zei jij? Of elk nadeel heeft zijn voordeel? Juist, de laatste. Kruis. Maar ja. Laten we ook eens kijken. Ook deze, hiervoor geldt uiteraard hetzelfde als net. Het is helemaal anoniem. Gooi eens eventjes de andere kant van de zaak open. Hoe is het voor jou, denk je, Donovan, in Utrecht? Als je kijkt naar de nadelen hiervan, wat zou je kunnen bedenken hierover?
Nou kijk, ik weet niet, dat is niet aan zich per se een nadeel, maar je ziet dat ook te veel open maakt dat niet alles bespreekbaar wordt gemaakt. Ja, maar ook, even kijken, ik lees ook half even zo. Ja, ik zie het. Nou ja, kijk, die kwetsbaarheid, en dat leert ook een beetje aan mijn antwoord, van het kan mensen het gevoel geven dat ze niet meer de veiligheid of de ruimte hebben om hun werk goed te doen. Mm-hmm. Los van of dat echt zo is. Snap ik dat wel, want we noemden het voorbeeld net al van een raadslid, maar dat kan ook voor ambtenaren gelden. Kijk, en op het moment dat je, zeker in coronatijd met digitaal met elkaar, niet meer zomaar de koffieautomaat opzoekt om dingen te bespreken. Als mensen het gevoel hebben van, goh, wat ik ook app of mail, het is altijd, ik moet dat heel, dan krijg je misschien minder het echte gesprek of ook minder kwaliteit. En dat vind ik wel iets wat op, ja, dat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer... hun werk goed kunnen uitoefenen. En dat zit aan de ene kant in cultuur, maar dat is niet zomaar ook opgelost. Daar moet je echt in investeren ook. En even kijken wat ik hier ook zie, information overload. Ik zie ook wel een beetje, het hangt af van de manier hoe je het inricht, is als je denkt dat je openbaarheid bereikt door puur alleen documenten te droppen, dan vind ik ook wel iets hoe de wet open over dat nu, dat ligt op de loer. En ik denk jezelf afvragen van wanneer bereik je openbaarheid. Dus dat is een voorbeeld naar ons bij de subsidies. Misschien gaan wij volgens, omdat de wet het zegt, die subsidiedossiers plaatsen. Maar op dat gebied dan het minimale. En misschien werken we wel aan een uitgebreidere vorm van een subsidieregister. Of met een interactiviteit daarin. Zodat het voor mensen toegankelijker wordt om daarin met de gemeente te schakelen of te doen. Dus er komt ook weer verfijning op, zeg jij. Weet je wat ik ook interessant vind? Weerstand vanuit een cultuurshock. We hebben het er ook wel over gehad. Hè? Gaat de lof van het werk er ook een beetje af? Wat zou dat ook iets kunnen zijn? Dat kan. Dat kan ik niet per se zeggen. Wij zien nog niet van... Kijk, we hebben als het gaat om WOP en WhatsApp-bezoeken die echt naar collega hun telefoontjes ging van dit is nodig. Ja, daar hebben we ook wel een paar spannende open tenzij gesprek gevoerd, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar wij hebben daarin ook steeds bij mensen voorgehouden van als jij vindt dat in dat conversatiegesprek over onderwerp X, of het nou ruimtelijke strategie of songfestival, wat dan ook is, een uitlegbaar verhaal... voor jezelf, hè, ook bij integriteit, maar wat daar staat, dan is dat ook wel een hele belangrijke graadmeter. En dat geeft mensen met name ook het vertrouwen om te denken van, oké, het kan wel, maar als ik voor mezelf maar met een goed gevoel kan zeggen, hey, dit zou een openbaarheid kunnen, als ze erom vragen. Ja, het is echt nog fine-tune, hè? Want ik zie ook iemand reageren met, er ontstaat een schaduwwereld. Het is echt nog zoeken, het gevoel en de nieuwe cultuur misschien ook wel ontwikkelen van wat is nou wenselijk, wat kan. Het vak van politicus is natuurlijk ook gewoon echt een vak. In welke mate is het wel of niet gebaat bij openbaarheid? Dat is gewoon echt nog wel even uitzoeken. En daarom noemde ik het verhaal ook een gamechanger. Het zet echt het spotlight op heel veel type werk, waardoor je echt even denkt van wow, nou, dus die... Dat shock-effect wat ik ook net voorbij zag komen, dat herken ik ook wel. Ik zie hier ook de cultuurverandering. En ik vind deze ook wel spannend. Te veel kosten en onvoldoende maatschappelijke waarde. Eigenlijk hou ik een pleidooi voor... De democratie moet zich ook richten naar de informatiesamenleving... en zichzelf ook opnieuw uitvinden. En hier wordt toch wel gezegd... Hey, wacht eens even, ik verwacht toch niet zo heel veel maatschappelijke waarde van deze beweging. Nou, dat is geen uniek geluid hoor. In die zin zijn er in Utrecht ook genoeg mensen die zeggen, ja, openbaarheid en dan? Dan heb ik mijn geld uitgegeven en wat krijgen de mensen nou voor terug? Een serie documenten over vergunningen van een dakkapel en wat subsidiedingen. Ja. En dat is dus ook iets waarin je zegt, wij vinden het als gemeente belangrijk om die openbaarheid, om die transparantie na te streven. Met de voordelen die we net al in een prachtige wordcloud hebben gezien. Maar heel direct... heb je natuurlijk veel andere kosten die je als gemeente maakt, waar je veel duidelijker resultaat ziet dan openbaarheid. Mm-hmm. Want dat zit veel meer in vertrouwen, dat zit in werking van de democratie. Dan heb je dat toch meer niet zo blauw, concreet, beter pakken voordelen. En dat maakt het wel lastig soms, ja. Dus ik snap die wel. En ik kan niet met alle zekerheid zeggen dat we ons doel samen, zeg maar, hè, een open overheid, open Nederland, hoe je het ook noemt, dat we dat gaan bereiken. Dus als je bij wijze van zegt, nou, over zoveel jaar
We hebben dit bereikt en we hebben het zoveel gekost. Ik kan niet zeggen dat dat gelijk al het resultaat is, maar je zal onderweg stapsgewijs steeds moeten nadenken over hoeveel stop ik erin en wat krijg ik er voor terug. En ja, daarin moet je het, kan je niet alleen en moet je het samen doen. Johan, ja. Ja, so ik vind het een spannende periode. Er breekt een spannende periode aan. Die game changer, dat zie ik echt voor me. Ik denk dat het goed is om ook af en toe eens te evalueren. En daarom vind ik die plekken die ontstaan, die zie ik ook binnen een heel aantal gemeenten ontstaan nu ethische commissies. Om eens te kijken van, hey, wat betekent dit nu eigenlijk? Wat valt hier over te zeggen? Hoe kunnen we hierop reflecteren? Buiten het gewone werkproces om eens even extra tijd nemen om te kijken naar wat dit allemaal teweeg brengt. Ik vind het mooi om te blijven volgen. Kleine, want je noemt ethische commissies. Misschien kan ik daar nog een kleine aanvulling op doen. Niet om te zeggen van zo moet het. Wij hebben in Utrecht daar denk ik al anderhalf jaar geleden inmiddels ook over gesproken. En wij hebben in ieder geval bewust niet gekozen voor een ethische commissie die... ik zeg het even in mijn beeld van hoe wij het bewust niet hebben gedaan, dat er een van externe mensen die niet in de gemeente zelf zitten, dat die gaan beslissen over ethische kwesties. We hebben eigenlijk gezegd, wij willen die cultuurverandering nastreven. Dus als het bijvoorbeeld gaat om onze afdeling VTH, die hebben bodycams bijvoorbeeld een tijdje geleden ingediend. Daar was laatst ook in de schriftelijke vragen weer over. Zij doen met ons een uniek assessment. Wij zetten het verhaal op basis van ons waardemodel neer. Goh, het gaat over privacy, want je filmt. Het gaat over autonomie. Wie drukt er op de knop om zo'n bodycam te activeren? Nou, ga niet al te lang op in. Maar zij zijn op basis van dat uniek assessment degene die de juiste vervolgstap zetten. En zij maken ook de keuze. En dan kan hij naar boven, naar een manager of naar een wethouder. Maar wij hebben bewust gekozen om dat dan niet dat dossier neer te leggen bij een ethische commissie die zegt, nou, links of rechts. Het gaat echt om die bewustwording van, hey, wanneer heb ik dat uitlegbare verhaal? Welke ingrediënten? Dus ja, dat is misschien ook wel eentje om mee te geven van kijk goed hoe je dat, als je dat zou doen, hoe je dat wil inrichten. Ja, mooi, mooi. We zien verschillende vormen in Nederland ontstaan. Sommige zijn eigenlijk ethische commissies door inwoners opgericht. Soms zitten ze dichter op de organisatie. We zien heel veel verschillende varianten en wij kijken er met een onderzoekende blik in mee en zullen daar ook later dit jaar over publiceren. We hebben nog een mooie laatste vraag. Ja. Wat zou jij jouw raad en Griffie willen meegeven? Want we snappen ook dat de deelnemers hier met allerlei opgaven zitten, projecten zitten die niet direct de invloed hebben richting het raadswerk. Maar we zouden ze wel iets kunnen meegeven van wees je bewust over. Ik hoor sommige mensen zeggen van misschien moet de Griffie ook wel uitgebreid worden. Nou, ik ben benieuwd hoe dat in Utrecht is bij jou, Donovan. Wat betekent zeg maar deze open beweging voor jouw raad en Griffie, heel concreet? Ja, in wat er nodig is. Dan zit ik toch echt op concrete handvatten, dat niveau van wat voorbeelden waarin je ziet van nu wordt er om dit en dit gevraagd, kijkend naar dit dossier. Wat is dan niet per se het gelijk het goede om te doen of wat moet je niet doen, maar het zit met name dat adagium van goh, open en transparant. Ja, tuurlijk, dat willen we zijn. Ja, dat staat hier, dat is mooi. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? En wat zijn nou de vormen? En dat is toch stapsgewijs ontdekken. En dat is in die contraire van nou, bestuur, politiek, is dat gevoeliger ook met geschreven en ongeschreven regels. Maar wij gaan met name werk maken om daar althans dat is onze wens, zijn we verkenning voor aan het doen, om die handvatten meer het rugzakje eigenlijk te vullen van zowel bestuurders als raadsleden op dit onderwerp. Klopt het dat jullie ook een leergang aan het ontwikkelen zijn vanuit de gemeente Utrecht? Ja, er komt een leergang inderdaad voor raadsleden op eigenlijk, die gaat over meer onderwerpen in het digitale spectrum, hè, dus het algoritme bijvoorbeeld ook. Maar die openbaarheidskant die zit daar zeker ook bij. Ja. Mm-hmm. Mooi, ja. Ik zie allerlei goede tips. Die kunnen we ook gewoon weer mooi verwerken. Ondertussen merk ik dat Jeroen heeft aangegeven dat we nog enkele minuten hebben. Ik hoop dat in ieder geval nog zoveel mogelijk tips en ideeën binnenkomen via Menti. Dan begin ik toch ook ondertussen maar even aan de afsluiting om iedereen te bedanken voor de deelname en de mooie input waar wij verder mee komen. Dank je wel ook Donovan voor het inkijkje in het ervaringsverhaal. Hoe het in Utrecht eraan toe gaat. Ja, ik zal
Ja, ik wil nog eventjes meegeven dat het de link naar de download voor het boekje, waarin ook tips staan over om in gesprek te gaan bij jou in de organisatie over wat is nu de invloed van het open werken op de democratie, de bigger picture. Al ben je er niet zelf mee bezig, dan is het toch fijn om die grotere vraag ook voor ogen te houden, ook als motief en motivatie. Deel het en kom ook bij me terug als je een aanvullende vraag hebt. Dat kan via Jeroen of via mijn andere collega's. Iedereen weet me wel te vinden, denk ik. Maaike Popma, @vng.nl. Dank iedereen voor deelname en voor de presentaties van Donovan en de techniek. Jeroen, super, en Felix, super. Op de achtergrond. Alexander, mijn collega, onderzoeker. En graag tot de volgende keer. Ja, dank jongens. Zoals aangeven, je kan alles vinden op kia.pleio.nl. Rechtsboven elkaar vinden de derde week van GRIP. En dan vind je de presentatie. Die zal vandaag of morgen geplaatst worden. Je kan ook op het YouTube-kanaal van de VNG Realisatie de webinar terugvinden. Mocht je daadwerkelijk mee willen discussiëren over een open en transparante overheid. En om die informatie op orde te krijgen, kan je aanmelden op forum.vng.nl voor GRIP op informatie. Er zitten ondertussen iets van 600 collega's in. Wat je ook nog kan doen, is eventueel naar vngrealisatie.nl gaan. Daar hebben we een wegwijzer die je een overzicht geeft van alle hulpmiddelen die je als gemeente kan gebruiken om er daadwerkelijk gewoon actie te ondernemen. Dat is vngrealisatie.nl. Dan de projectpagina Grip op Informatie. En als laatste hebben we ook nog dat we volgende week een extra webinar hebben. Een samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wat gaat over de archiefbesluit en archiefregeling. Je hoeft je daar niet voor aan te melden. En op kia.pleio.nl kan je de link vinden onder de agenda. En toch, als we met de agenda bezig zijn, een save the date voor 4 tot en met 11 november in het najaar, hebben we een vierde week van Grip op Informatie. En zoals Michael zei, iedereen heel erg bedankt voor de aandacht. Er wordt vandaag nog een evaluatie gestuurd. En zoek ze om die in te vullen en aan te geven wat de tips en tops zijn, zodat we ook van kunnen leren. En mocht je vragen hebben, dan kan je mailen naar gripopinformatie@vng.nl. Bedankt en alvast een fijne avond. Zeker, het gaat lukken. Doei.